Hallo kijkers van Hadeus Reviews. Dit is de tweede aflevering van PvP Survival en ja. Ik ga even kijken wat hier is. Zou ik een torch maken, Freek? Ik heb maar één kool, dus ik kan geen torch maken. Oké, ik heb meer kool. Nou, je kan wel, maar weinig. Piggy. Ik heb 16 kool. Zie je piggies? Nou, één piggy. Is nu dood. Go get nog een piggy. Everybody. Mijn broer zit aan het skypen, dus hij wil hierop. Mijn jongens, geef vast een like en abonneer. Yep. En ja, deel met je vrienden, voeg toe en favorieten naar dingen. Zie daar een plaatje. Oh, wacht, dan ben jij Sander. Hak even de kool boven ons. Waar? Ik zie geen kool. Oh, daar. Waar? Oh, daar. Oh nee, ik hoop er zo'n 75 seconden weer, hoe heet nou? Ik over 63, ik ga over 63 seconden. Oep. Ik maak even wat torch. Voor de mensen die niet weten op welke texturepack ik speel op Dokecraft. Het is een best wel mooie texturepack. Yep. Vooral het armor is heel mooi, dus. Yep. Het is een aanrader. Oh, je hebt tip. Oké, ik lagde net hard. Oké, ja, had ik ook. Alle blocks die je net hakte, waren niet. Ik zie jouw naam, Freek. Wacht even. Freek, al was je je naam al. Daar is de weg naar buiten. Waarom kunnen we maar geen pyren? Wacht even. Ik laat hem niet even zitten hoor. Ik zet hem even op niet storen. Ah, boeien. De kool laat ik even zitten nu. Freek, laat het kool even zitten. Wow, Freek, je hebt 2 hield. Ja, weet ik hè. Ah, ik heb ook weinig eten. Oké, laten we hier een klein huisje, maar heel even blijven, oké? Ja, maak van een furnace, want ik heb nog maar één. Ja, Freek, oké, we gaan hierheen. Freek, hou die torch daar achterweg. Er zit echt heel veel kool hier al. Ik hou die torch weg, die hakken we even niet. Zijn mijn brightness iets omhoog, denk ik. Zo, 60, denk ik. Nee, ik zet het er helemaal hoog. Ja, oké. Zo, ik plaats even een torch terug. Ik ga even een furnace maken. Ik heb al een furnace. Nou, ik ook. Oké, ik denk Freek, we sluiten dit even af, zo. Mag ik het eerst eten? Waar heb je al cold drink stop? Ja. Hoeveel zit erin? Oké. Okay. Maak gelijk wat tools. Eet maar, pak maar. Wat je eten? Ik pak eentje hiervan, oké? Oké. Ik doe zo gelijk rood chicken erin. Pak jij het gelijk eruit? Yep. Top gelijk met mijn chicken er ook nog even gelijk in. Dus chicken, oh oké, één chicken voor jou. Pak even jouw chicken. Als de rest even voor mij. Oké, de laatste auto op. Oep. Knus, klijk. Knus. Klein. Jij had nog beef? Jij had nog beef, Freek? Wacht even. Alsjeblieft, doe je beef. Doe je beef maar in. Oké.
Oké, ik heb allemaal eten gebakken. Jij ook? Kwijt, kom. Ja. Kwijt, nee, dan hak ik hem niet even. Dan hak ik hem even niet. Kom. Oogst meenemen. Oh, wacht even, mijn steek. Ach, die heb ik al. Crafting table neem ik even mee. Hey, superbrekers opeens aan. Ik ren niet, Freek. Ik ga niet rennen, vind ik zonde. Hierboven is het uitweg. Oh. Hierna mag ik wel op. Kijk, welke kant moeten we op? Volgens mij moet die kant, deze kant, ja, hierheen, de sneeuw al in. En berg was Freek, laten we hier vervolgen, want hier is een beetje plat. Loop jij anders voor, Freek, anders raak je me niet meer kwijt. Oh, daar zit lava. En wat ben jij, Freek? Oh, daar, oké. Freek, wacht heel even. Oh, Piggy, lekker, Freek. Dan wordt het ons avondmaal. Het laatste avondmaal. Oh, Jezus. Hé, hey, jongens, voor bij mij. Op deze dag dat ik het opneem. Kan wel later worden geüpload. Maar is het is vandaag eerste paasdag. Morgen vrij van school. Tweede paasdag. Heerlijk, jongen. En het is de zee. Yes. Gaan we een bootje maken? Ik eet even wat. Nou, ik heb nog genoeg eten. Ik ben bijna dood, ik heb niks. Ik maak even bootjes voor ons. Ik heb zelf al een bootje. Oh, ik heb twee. Ik neem de kracht niet even mee. Hup. Kun je mee, Sander? Dan op avontuur. Maar jongens, dit was het einde van deze aflevering weer. Ja. Waarom draait het hangen? Ah! Ja, daarom heb je nou een nieuw bootje. Het lijkt net Drakenstein dit. Jongens, het is het einde van deze aflevering. Abonneer, geef een like en zeg later.